Werken met onderaannemers is in de bouwsector de normaalste zaak van de wereld. Toch worden volgens de beroepsfederatie BouwUnie een aantal risico's van onderaanneming ruimschoots onderschat. Volgens de bouwwetgeving moeten opdrachtgevers steeds controleren of hun onderaannemers geen sociale en fiscale schulden hebben lopen. Een kleine moeite die je maar beter ter harte neemt, want de gevolgen die kunnen groot zijn. Wanneer dat men in zee gaat met een aannemer die sociale en of fiscale schulden heeft, kan men opdraaien tot 100% van de aanneming die men heeft met die onderaannemer. Klein voorbeeldje, men heeft een aannemingsovereenkomst voor 100.000 en als die onderaannemer sociale en fiscale schulden heeft, kan men nog eens 100.000 betalen als sanctie, zijnde de sociale en de fiscale schulden van die onderaannemer. Daarnaast, als men de sociale en de fiscale schulden niet controleert op het moment van betalen, dus als er een factuur binnenkomt, dan loopt men nog eens het risico om een sanctie van 70% te krijgen op het te betalen bedrag. Want als een onderaannemer sociale en fiscale schulden heeft, moet men een inhouding doen op die betaling en moet men dat doorstorten naar de RSZ en de fiscus. Vanaf dit jaar zullen opdrachtgevers bovendien hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de uitbetaling van de lonen van alle werknemers die op hun werf actief zijn. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen is een nieuwe verplichting die op ons afkomt en die vermoedelijk dit jaar in voege gaat treden. En dat wil zeggen dat men als hoofdaannemer of als opdrachtgever aansprakelijk kan gesteld worden voor de lonen van de werknemers van de onderaannemer. Maar niet alleen van de onderaannemer, ook voor de werknemers van de onderonderaannemer enzovoort. Dus voor de lonen van alle werknemers in de keten. Deze ketenaansprakelijkheid moet er in theorie voor zorgen dat de inhoudingsplicht in de volledige keten zeer strikt wordt nageleefd. Al blijkt het in de praktijk bijzonder lastig om er controle op uit te oefenen. Wij controleren onze onderaannemers via de website van BouwUnie. Daar hebben wij de tool dat wij rechtstreeks fiscaal en RSZ-schulden kunnen nakijken. Dat doen wij telkens op het moment dat we in zee gaan met een onderaannemer, als ook telkens we een factuur gaan betalen aan de onderaannemers. Voor de buitenlandse onderaannemers hebben wij geen tools zoals voor de Belgische onderaannemers om te kunnen checken. Daarvoor hebben wij telkens de papieren versie nodig van de A1-documenten, de detacheringsverslagen, bewijs dat zij zijn aangesloten bij het zegelstelsel in de bouw, dat er een limosa-aangifte is gebeurd. Maar dat moet je telkens opnieuw aanvragen, omdat die documenten maar beperkt geldig zijn. Meer informatie over de hoofdelijke aansprakelijkheid voor aannemers vindt u op www.bouwunie.be.